Op 1 december 2022 was het precies 10 jaar geleden dat de eerste editie verscheen van de Nijenkrant in de gemeente Millen Sint-Hubert. In het kader van dit 10-jarig bestaan werd huis en huis samen met de krant een lot verspreid. Door dit lot in te vullen en in te leveren maakte men kans op leuke prijzen. Op donderdag 1 december werd de trekking verricht van deze loterij. Dit gebeurde in Grand Café het Centrum in Mil door wethouder David Scholes en de voorzitter van Stichting Huis en Huiskrant Valerie Abe. David, hartelijk welkom bij deze uitreiking of de trekking voor de prijzen voor ons 10-jarig bestaan. We beginnen meteen met de eerste prijs. En dat is een boodschappenpakket voor €250 bij Albert Heijn van de Ven hier in Mil. Dus ik ben benieuwd wie er mag gaan shoppen. Ik pak hem helemaal van onderop. Of toch niet? De familie Kuppen uit de Dorpstraat in Langeboom. Proficiat met het boodschappenpakket. Hartstikke mooi. Nou, dat wordt meteen genoteerd daar. En dan gaan we verder met de tweede prijs. Kijk ik even op mijn papiertje, want ik weet niet alles over mijn hoofd. En dat is een dinerbon voor €100 voor het centrum hier in Mil. Lekker. Dat zou ik zelf ook al willen vinden. Eens kijken of ik mezelf kan vinden. Nee. Maar de prijs gaat naar Evi van Boekel, Graafseweg, Langeboom. Ah, ook gefeliciteerd namens het bestuur. Gefeliciteerd. Dan hebben we een cadeaubon voor €50 van Kasteel Tongelaar hier in Mil. Is minder uit de moeite dan. Even kijken. En die gaat naar Berdy Vloed, als ik het goed zeg, de Karstraat in Mil. Proficiat. Mooi. Dan hebben we een cadeaubon voor €25 voor bakkerij Maarten Manders hier in Mil. Kijken. En die gaat naar Van den Berg, staat niet bij meneer of mevrouw, de Beatrixstraat in Mil. Dat is voor ons bestuur niet zo heel ver lopen, dus dat scheelt me wel. De volgende prijs die zal zijn een cadeaubon voor €25 van de Primera, schepperijen hier in Mil. En die gaat naar N. van den Berg, Graafseweg in Mil. De cadeaubon voor Primera. En dan hebben we weer een cadeaubon voor €25. Dat is de cadeaubon voor €25 voor buitengewoon cadeau hier in Mil. Oké. Geurts, Kalkweg in Mil. Kolkweg, ja, inderdaad. Ja, en we hebben echt een tas vol met loten. Dat is echt ontzettend veel wat erin zit. Dat is een voorbeeld. Ja, fantastisch. Het is echt gigantisch. Zoveel prijzen hebben we niet, maar de volgende prijs is ook weer een hele mooie. €25 dinerbon bij Café Libre. Oké. En die prijs gaat naar Nelly van Gemert, de Pastoor Maastraat in Mil. Proficiat. En dan hebben we een bloemetje, een waterbon voor €20 voor Berends Bloemen hier in Mil. En de bloemen gaan naar Karien Witlak, Houtwolstraat in Mil. Op proficiat. Ja, de volgende is een cadeaubon voor een taart of fly bij Bakkerij Verkerk in Langeboom. Die moet wel snel opgemaakt worden, die cadeaubon. Ik zal nog sneller pakken. Ja. En die gaat naar B. Vloed, Leeuwerikstraat in Mil. De volgende cadeaubon is weer een wat grotere bon. Dat is een bon ter waarde van €50 bij Zonneberg Schoenen in Zeeland. En die gaan naar Annie Selten,
Park Hoogstraten en Mil. En dan hebben we nog een laatste prijs. En dat is nogmaals een cadeaubon voor 50 euro bij Zonneberg schoenen in Zeeland. Is dat de laatste? Ja. Dat was de laatste, ja. Dus dat is dit is jullie speciaal. Enige kans, mensen. Maakt het wel extra spannend. Ja. B. van Bergen, Zonnedaalstraat en Wilbertoord. Ja. Proficiat. En heel veel plezier ermee. Ja. Fantastisch. David, hartstikke bedankt voor deze trekking. Onder toezicht ook van, ja, dat zien de kijkers niet, maar heel wat toeschouwers zien. Ja, ik ben heel neutraal. Ja. Ik wil jou bedanken voor jouw komst. En wij hopen dat we heel veel mensen hiermee heel erg blij hebben gemaakt. En we willen natuurlijk onze sponsoren die we deze prijzen geschonken hebben ook even bedanken bij deze. Ja, jullie dank voor de uitnodiging en op naar de volgende 10 jaar. Ja, graag. Dank je wel. Tot ziens. Namens de Nijenkrant bedanken we alle sponsoren voor de beschikbaar gestelde prijzen en alle winnaars van harte gefeliciteerd.